Jong AZ kan met 7 punten uit de eerste 6 wedstrijden na de winterstop terugkijken op een goede hervatting in de keukenkampioen-divisie. Afgelopen vrijdag nog hield het team van Michel Vonk en Koen Stam nummer 2 Den Bosch knap op 0-0. Ja, we zijn niet iets compacter gaan spelen, waardoor we zelf minder kansen weggeven. Waar we voorheen juist hoge druk wilden zetten en veel op de helft van de tegenpartij wilden spelen, hebben we ervoor gekozen om iets dichter bij elkaar te gaan spelen. En dat we dan in de omschakeling kansen creëren. En tot nu toe gaat het hartstikke goed. Ook werd er voor het eerst dit seizoen geen tegendoelpunt geïncasseerd door de beloftes. Vermeij en Schendelaar. Na liefst 20 duels met een tegengoal was dat een lekker gevoel voor keeper Jasper Schendelaar. Ja, dan zeker een lekker gevoel, maar het mocht ook wel. Want je hebt er lang op moeten wachten. Ja, ik heb er lang op moeten wachten, ja. Is dat frustrerend als keeper zijnde? Ligt eraan hoe de tegengoals zijn. En die tegengoals vielen in sommige wedstrijden wel op een erg zuur moment. Tegen Cambuur, toch weer een penalty in de laatste minuut. Dan dacht ik van, ja, heb ik hem eindelijk. En dan toch in de laatste minuut vliegt hij er toch weer in, een penalty. Was je daar nu ook bang voor? Nee, ik was er nu niet bang voor. Ik had het gevoel met het team bestonden goed. En ik had niet het gevoel dat we nog een tegengoal zouden krijgen. De 18-jarige Schendelaar verlengde aan het begin van dit seizoen zijn contract met 3 jaar en heeft vanaf dat moment geen minuut meer gemist onder de lat bij Jong AZ. Ik ben zeker wel tevreden met de ups en downs. Maar als je naar de goede dingen kijkt, zijn er wel heel veel goede dingen. Maar er zijn ook gewoon mindere punten en daar ben ik keihard aan het trainen. Wat zijn die mindere punten? Mindere punten is gewoon, sommige tegengoals reken ik me wel aan. En ja, dat moet gewoon vaster worden. Ik moet gewoon vaker de nul gaan houden. Jasper is een hele talentvolle keeper. Die met name bij directe gevaren van dichtbij heeft hij gewoon een fantastische reflex. Hij is nog hartstikke jong. Hij heeft ook nog wel wat stapjes te maken. Met name bij spelafvatting is gebleken dat hij nog wel wat te ontwikkelen heeft. Maar ook zijn keuzes aan de bal, daar kan Jasper nog in groeien. Alleen Jasper is gewoon een hele jonge, gedreven keeper die elke dag bezig is om beter te worden. En dat zie je hem. En dat ook de club bezig is om hem beter te laten worden, blijkt wel uit het feit dat hij vrijwel altijd met het eerste elftal meetraint. Een goede leerschool voor de jonge keeper. Zeker wel heel veel van op, ja. Piet leest heel veel, leest goed de bal waar die komt. En dat wil ik ook heel graag leren. En dan moet ik ook mezelf weer gaan ontwikkelen.